Beste vrienden, daar zijn we weer met een uh, nieuwe editie van de Wachter en uh, we zitten midden in die uh, hele spannende race, verkiezingsrace uh, van Amerika. Ongetwijfeld uh, zult u dit ook uh, volgen. En uh, ja, het is uh, een nek aan nek race en het is ontzettend spannend en Amerika is ook tot op het bot verdeeld. Als je dat uh, ja, als je dat allemaal dan hoort en ziet en volgt op het nieuws, dan, uh, dan, word, je, dan word je als mens echt niet blij van. Uh, ik had ook al wel het vermoeden van uh, hoe het ook uitpakt en wie er ook wint, uh, het zal ontzettend onrustig Amerika is tot op het bot verdeeld. En hoe dat verder moet, dat weet ik ook niet. Maar ik wil iets zeggen over stemmen vanuit het woord van God vandaag. En uh, er is een prachtige psalm die ik u wil aanmoedigen om uh, die te lezen. Dat is uh, Psalm 29. De stem des Heren... is over de wateren. De God der heerlijkheid doet de donder weer klinken. De stem des Heren is vol kracht. De stem des Heren is vol glorie. De stem des Heren breekt zeders. De stem des Heren klieft vluur van me. De stem des Heren doet de woestijn beven. De stem des Heren doet de jongen werpen. De stem des Heren... Uh, ja... is, is krachtig... En uh, de vraag is natuurlijk: op wie breng jij je stem uit? En ik heb ook ontdekt, uh, lieve mensen, uh, stemmen is in de loop der eeuwen wel veranderd. Want vroeger, uh, als er een menigte stond en er werd een vraag gesteld, dan, uh, en dan werd er gezegd: wie is er voor? En dan, oeh, als dat 80% voor was. En wie is er tegen? Oeh, nou, dan was het geluid: uh, het was echt de stem die bepaalde aan wie de macht werd gegeven. En je moet goed begrijpen: met stemmen verleent u macht aan iemand anders door je stem op hem uit te brengen. Natuurlijk, in de loop der eeuw is dat veranderd en dat ging niet meer zo uit de losse pols. Uh, we moesten een vakje uh, rood maken op een papier wat in een, uh, in een brievenbus verdween. Natuurlijk ook heel fraudegevoelig. En natuurlijk, uh, de moderne techniek uh, is nog veel erger met. Uh, Elektronica, waarvan bijna niemand zicht heeft op wat gebeurt er nou achter de coulissen... met die stemmen van ons. En uh, wat, wat ik ook gezien heb, is, uh, ik kreeg dit bericht van uh, betrouwbare vrienden uit Amerika. En uh, ik weet niet of het waar is, maar het is zorgwekkend. Want er staat, uh, uh, fraude uh, met stemmen is uh, uh, aan het gebeuren. Tussen 3:30 en 4:30. uur. Uh, in, de, in, de, in de eerste nacht zijn er 140.000 stemmen uitgebracht in de stembussen op Biden in Wisconsin. En uh, tussen 3 uur 30 en 5 uur zijn er 200.000 uh, enveloppen gevonden in de stembussen van voor Biden in Michigan. En nog veel erger, uh, tussen twee en vier uur s'nachts. Zijn er miljoen stemmen gevonden in Pennsylvania in de, in de stembussen? Um, uh, geen van deze uh, stemmen had, uh, uh, hadden, geen, hadden geen andere kandidaat dan alleen Biden. Um, en er was geen een van weggegooid. Hallo, uh, 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 <laughs> wat gebeurt hier? Nou goed, uh, even daar iets over zeggen. We weten natuurlijk niet of dit. Een, een betrouwbaar bericht is. En eigenlijk is het ook niet zo belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk. Als, het, als dit een betrouwbaar bericht is, wordt er gesjoemeld tot en met om uh, natuurlijk Trump buitenspel te zetten. En die, uh, en die wordt natuurlijk in de mainstream media ook gewoon voor schut gezet, omdat hij eigenlijk zegt het moet stoppen, uh, de stemtijd is voorbij. Uh, maar het lijkt erop alsof er gefraudeerd wordt. Het punt is, wij leven in een wereld vol duisternis en je komt er gewoon niet achter of dit waar is of niet. En het is nog maar de vraag of de waarheid boven tafel komt, want Jezus is de waarheid en uiteindelijk zal alles aan het licht komen. Maar als dit niet waar is, dan is het verschrikkelijk en wordt het Amerikaanse volk gewoon bedrogen door een stemfraude. Uh, als het niet waar is, hè, als dit gewoon een leugen is, dan uh, is het natuurlijk net zo erg. Want als inderdaad ze mensen kiezen voor beide, dan hebben ze hem ook de macht gegeven. En wat daar de gevolgen van zijn, zullen ze dan in de komende jaren gaan ondervinden. Want de uh, ja, meeste stemmen gelden, zeggen we toch? Dus uh, uh, of die stemmen nou legitiem zijn of niet. In onze moderne politiek gelden gewoon de meeste stemmen. Uh, bij God niet, lieve vrienden. Want er gingen er twaalf de woestijn in. Twaalf, weet je, verspieders. Tien die zeiden het wordt niks. En het volk geloofde de meerderheid. He? De meeste stemmen gelden. Maar Jozua en Caleb die overleefden de woestijn van veertig jaar. En hebben alsnog hun erfdeel binnengehaald. Dus ik wil maar zeggen dat de meerderheid van stemmen hebben niet per se... De waarheid. En als je ook in Nederland kijkt, de, ja, ook precies hetzelfde. Hè. Er is gestemd binnen de CDA tussen Hugo de Jonge en uh, Pieter Omzicht. De eerste ronde werden gezegd: er uh, waren fouten met de machines en het moet over. Uh, de tweede ronde won Pieter, uh, verloor Pieter Omzicht. En uh, Hugo de Jonge won nipt. Hè. Dat was uh, wel op televisie gezien. Maar wat bleek na een paar dagen of een week? Dat mevrouw Omzicht had gestemd op Hugo de Jonge. Nou, er werd gezegd: je zou wel op het verkeerde knopje gedrukt hebben. Dus kijk, de eerste keer lag het aan de apparaten en nu lag het aan mevrouw Omzicht. Ik zou je zeggen: ik ruik gewoon een rad. Het is een vies spelletje. Maar kom er maar eens achter. De meeste stemmen gelden. En wie we dus onze stem uitbrengen, aan die geven wij de macht. En die zal ook de macht uitoefenen, lieve mensen. En uh, dat zien we dus in Amerika nu ook gebeuren. Als er inderdaad stemfraude is, dan is het te hopen dat het aan het licht komt. Want de waarheid zou eigenlijk moeten triomferen ten alle tijden. Uh, maar hoe, hoe het ook, ook wendt of keert, of Biden of, of Trump wint, Amerika is tot op het bot verdeeld. En ik zie achter die strijd, uh, ook bij de CDA, maar ook uh, in Amerika, een geestelijke strijd tussen licht en duisternis. En wat belangrijker is dan je stem, want in Amerika hebben we sowieso helemaal niks mee te maken, lieve vrienden. Ik kan stemmen wat ik wil, maar uh, mijn stem wordt, telt in Amerika niet mee. En mijn stem telt in Nederland misschien ook maar nauwelijks mee. Maar ik kan mijn stem uitbrengen op God. En de vraag is, op wie breng jij je stem uit? En, en luister goed wat ik nu zeg. Toen Jezus voor Pilatus werd geleid en ook Barnabas. Barabbas, Barabbas, Barabbas toen, uh, toen zei Pilatus van uh, wie moet ik vrijlaten? en het volk werd opgehitst, opgehitst om Jezus te laten gekruizigen en de misdadiger vrij te laten de onschuldige die droeg de straf want Barabbas was een moordenaar, hij was een crimineel dat was, dat wisten ze maar het was ook wel eens de gewoonte om uh, zo iemand dan vrij te laten. En uh, dat verhaal lezen we in het nieuwe testament. Dat uh, nou, het volk werd door de religieuze leiders, notabene, de religieuze leiders opgehitst om uh, te zeggen: laat Barabbas vrij. En het volk schandeerde Barabbas, Barabbas, Barabbas en Barabbas. De moordenaar werd vrijgelaten. En Jezus. De schuldige werd vrijgelaten. En de onschuldige betaalde de prijs. Maar dat moest gebeuren, lieve vrienden. Want Christus was de onschuldige die de prijs betaald heeft voor jouw zonde. Voor mijn zonde heeft Jezus de prijs betaald op het kruis van Gogota. En ik breng mijn stem uit op hem, lieve vrienden. Laat het volk maar scanderen. Laat het volk maar de onschuldige schuldig laten zijn. We weten niet hoe het gaat aflopen in Amerika. Als er inderdaad gefraudeerd wordt en het, wordt niet aan het komt niet aan het licht, dan zal Biden uiteindelijk president worden. Ik hou mijn hart vast wat er dan gebeurt. Dat meen ik in alle oprechtheid. Maar ik ga niet over die verkiezingen. Maar wat belangrijker is, is op wie breng jij uiteindelijk jouw stem uit. Het is in het plan van God dat de onschuldige de prijs betaalt. En hij heeft ook voor jou de prijs betaalt. Want wij staan allemaal schuldig tegenover God. Wij zijn allemaal zondaars. Wij derven de heerlijkheid Gods. Als het aan ons legt... Eh, sommige mensen zeggen... Ik wil, ik wil waar ik recht op heb... Eh, lieve vrienden, schrik niet wat ik nu zeg. Loop naar de hel. Dat is waar elk mens recht op heeft. Elk mens heeft gezondigd... en derft de heerlijkheid van God. U en ik, wij verdienen de hel. Als je wil hebben wat je verdient, dat is wat elk mens verdient. Je Zegt misschien, ja, maar ik ben, uh, ik ben misschien wel een zondaar, maar niet zo'n slechte. <laughs> het maakt geen bal uit, goede of slechte zondaars. Het loon van de zonde is de dood. En Jezus, de onschuldige, heeft onze schuld op zich genomen op het kruis. Hij is het lam dat geslacht is. In het oude testament werden miljoenen, miljoenen, miljoenen lammeren geslacht om verzoening te doen. En dat was alleen maar schaduw, schaduw, schaduw van de werkelijkheid. Want het bloed van een lam kan jouw schuld niet wegnemen. Maar het onschuldige werd geslacht om jouw schuld te boeten. De straf die jij verdiend hebt, werd ondergaan door een onschuldig dier. Maar God, die had een beter plan. Want het lam van de zonde is de dood. En de, het bloed van het lam bedekt de zonde. Maar toen kwam de Heer Jezus Christus. En wat zei Johannes? Luister wat ik nu zeg. Dit is zo geweldig. Johannes zei: Zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Wegneemt is iets anders dan bedekken. Weet je, er zijn mensen die gaan naar de psychiater en uh, die hebben problemen. En misschien zit, is hun geweten ook wel belast met schuld en schaamte en weet ik veel wat. En uh, wat zegt dan de psychiater? Eigenlijk hoor je heel vaak hetzelfde riedeltje: Adam gaf Eva de schuld. Eva, die gaf de duivel de schuld. The devil made me do it. Maar, maar God die zei: Het is niet de schuld van. Het is jullie eigen schuld. Jullie hebben gezondigd. Maar ze erkenden hun zonde niet in Genesis. Dus wat deed God in zijn grote liefde? Hij slachtte een onschuldig dier en bekleedde hun met het vel. Met, eh, met waarschijnlijk een vacht van een, van een lam of weet ik veel. En, en, en eigenlijk zag hij hun toen aan in onschuld. Het onschuldige dier had zijn leven geofferd. Om hun de huid te redden. Hij had zijn huid ge, gegeven om hun de huid te redden. Maar dat was een bedekking. En toen kwam dus de Heer Jezus. En toen zei Johannes, het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En lieve vrienden, je kan naar de psychiater gaan. En je kan pillen slikken. En je kan drugs gebruiken. En je kunt yoga doen. En mediteren. Je kan oom roepen. Je kan weet ik veel wat doen. Maar jouw schuld gaat niet weg door niets. En je kan goed proberen te leven. Je kan proberen veel offers te brengen. Lieve vrienden, het baat allemaal niks. Want er is al een volmaakt offer gebracht. Het Lam is geslacht. Zie het Lam van God, zei Johannes, dat de zonde der wereld wegneemt. De psychiater zegt misschien wel: Het komt door je schoonmoeder. En je moet ermee leren leven. En de rekening volgt nog. Maar wat Jezus zegt: Het komt door jouw eigen schuld. Het komt door jouw zonde. En je zal sterven in je zonde. Tenzij je gelooft in mijn volbrachte werk. Tenzij jij je stem uitbrengt op mij. En een beroep doet op wat ik voor jou gedaan heb. Want mijn bloed neemt de zonde weg. Ik zou je zeggen: schuld die wordt weggenomen. Je zal ze de kost moeten geven die gestrest en gefrustreerd zijn door schuldgevoelens, door schaamte, door dingen die ze gedaan hadden. Die ze aan niemand durven te vertellen, omdat ze het daglicht niet kunnen verdragen. Lieve vrienden, misschien kijk je wel en heb je moord op je geweten. Misschien kijk je wel en heb je overspel gepleegd. Heb je abortus gedaan en je geweten, je, 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 je geweten klaagt je aan. Je, je kunt God niet meer in de ogen kijken. Je kunt, je kunt je familie niet meer in de ogen kijken. Je hebt gelogen, je hebt gestolen. Dat kan allemaal zijn, maar ik heb goed nieuws voor u. Weet je, het lam. Van God, het bloed van het lam. dat de zonde der wereld. dat betekent ook jouw zonde. Wegneemt, wegneemt. Als jij daar een beroep op doet. want wij denken altijd. van. ja, witter dan de sneeuw. Het bloed van Jezus was witter dan de sneeuw. Wat is witter dan sneeuw? Wat is schoner dan sneeuw? Dat bestaat gewoon niet. In de wereld. je kunt er zelfs sneeuwblind van worden zeggen. Zo, zo, zo wit is het, zo schoon, zo rein maar witter witter dan sneeuw als sneeuw al wit is het bloed van Jezus maakt je volkomen onschuldig ach lieve vrienden en als het bloed aan je deur is gaat de doodsengel voorbij omdat je je stem hebt uitgebracht op Jezus Christus de verlosser van deze wereld ik wil je oproepen om je stem op hem uit te brengen want hij is het meer dan waard, lieve vrienden. En dit hele theater, het circus theater van de media, van het stemmen, de bedrog, de wereld die ligt in de boze. De Bijbel zegt het, de overste van deze wereld, de vader der leugen, die voor een korte tijd macht zal krijgen over elke ton taal en natie. En die zal uiteindelijk in de hel geworpen worden. En alle die partij kiezen en hun stem uitbrengen op hem, met hem, zullen daar verloren gaan. Maar als je nu je stem op Jezus uh, uitbrengt, uh, dan gebeurt er iets bijzonders. Want uh, 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 wiens stem, uh, wiens, uh, uh, hoe zeg eens, <laughs> wiens woord men spreekt, diens, diens brood men eet. Als jij het woord des Heeren spreekt, dan zal je het brood des levens eten. Dan zul je verzadigd worden met vreugde, met leven. En we moeten een keuze maken, lieve vrienden. De Bijbel is zo helder. Kies dan. We hebben het over kiezen, hè? Verkiezingen. We hebben het over kiezen. Kies dan heden wie je dienen wil. Het leven of de dood. Het licht of de duisternis. Kies dan het leven, zegt de Bijbel. Wij worden aangespoord om voor het leven te kiezen. Niet voor abortus, niet voor de euthanasie, niet voor de dood, maar voor het leven te kiezen. En het leven is Christus. En u moet een keuze maken, lieve vrienden. Want we leven in een wereld. En Jezaja 5 zegt het helder: die zegt heel duidelijk: vervloekt is een ieder die licht voor duisternis laat doorgaan, en duisternis voor licht. Vervloekt is een ieder die waarheid voorstelt als leugen, en leugen als waarheid. Die bitter voor zoet laat doorgaan, en zoet voor bitter. Als er inderdaad gefraudeerd wordt door de politiek. En ik kan het niet overzien, maar als het zo is. Ik vervloek ze niet. Zij vervloeken zichzelf. Gods woord zegt het. Vervloekt is een ieder die waarheid voor leugen laat doorgaan. De mainstream media. Dat hele poppentheater. Ik kijk er nauwelijks of niet meer naar waarom. Dat is een en al leugen. Maar dat woord der waarheid houdt eeuwig stand. Het gras verdort. De bloem valt af, maar het woord des heren blijft tot in eeuwigheid. En wie zijn leven bouwt op dit woord, zal ook eeuwig staan, lieve vrienden, want dit is het woord van God. En dat woord van God is de bron waarop wij staan. Alles zal wankelen in deze wereld, maar zijn woord houdt eeuwig stand. Nogmaals, ik roep u op. Maak een keuze in uw leven. Breng uw stem uit. Dit is mijn boodschap aan een verloren wereld. Kies dan heden wie je dienen wilt. Kies voor Jezus. Aanvaard Hem als je redder en verlosser. En als je nu kijkt en je denkt, ja, ik heb eigenlijk mijn stem op de verkeerde uitgebracht. Ik heb macht gegeven. Want die krijgt, degene aan wie je stem krijgt, die krijgt macht over jou. Maar dat kan je ook ongedaan maken. Je kunt. Je stem herroepen, je kunt opnieuw je stem uitbrengen, je kunt zeggen nee vanaf vandaag. En dat is je omkeer, je bekeren, je omkeren en teruggaan naar God en zeggen: Heer, ik kom naar u toe, ik breng mijn stem uit op u, ik kies voor u, ik wil uw weg wandelen, ik, 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 ik wil bij u horen. Ik, ik, wil niet, ik wil niet geregeerd worden door de leugen, door het bedrog, door de duisternis. Ik wil regeerd worden door de liefde, door de waarheid, door het licht en door het leven. Kies dan. En als je dan kiest en je roept hem aan en hij zegt het heel zwart op hem. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uitredden en tot ere brengen. En ik laat geen bidder staan. En in ieder die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. De Heer Jezus wil niks liever dan wie je ook bent en wat je ook op je geweten hebt. En hoe gestrest je ook bent door... Je schuld en misschien probeer je je schuld en je stress weg te drinken, of weg te slikken, of weg te spuiten. En misschien wil je het weg eten. Misschien denk je: als ik nou maar een mooie auto en huis heb, mooie dingen om gewoon als het ware ja, afgeleid te worden van de diepe innerlijke onrust. Maar ik zou je zeggen: er is een vrede die alle verstand te boven gaat. Die niks te maken heeft met je omstandigheden of je materiële dingen. Maar dat is de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Die je hart <laughs> en je gedachten zal behoeden. Die vrede is, is gratis en is voor niks. Maar de prijs die hij betaald heeft, is het lam geslacht op het kruis van Gogeta. Wat meer is, hij is niet alleen gestorven. Hij is opgestaan. Hij is ten hemel gevaren. En spoedig zal hij weerkomen. Om zijn koningschap over deze aarde te aanvaarden. En dan zal waarheid en gerechtigheid. En leven zal regeren voor altijd. En ik heb al voor die, mijn stem op die koning heb ik al uitgebracht. En dat kun jij nu ook dienen. Door gewoon te zeggen: Heer Jezus, kom in mijn leven. Was mijn zonde weg. Vergeef mij, help mij. Ik keer mij om. Ik wil in uw wegen wandelen. Open mijn ogen dat ik u, dat ik u ga zien. En, en open mijn verstand dat ik, u, dat ik u ga begrijpen. En open mijn oren dat ik uw stem mag horen. En open mijn hart dat ik, dat ik u mag kennen, dat ik u mag liefhebben. U mag volgen al de dagen van mijn leven, totdat u komt. En lieve vrienden, ik geloof dat is aanstaande. Het gaat nooit meer lang duren. Dan ben ik. 100% van overtuigd. Ik leef in die verwachting. En wie de heren verwachten, putt een nieuwe kracht en varen op als op arends vleugelen. En die kracht ervaar ik elke dag. En lieve vrienden, het is mijn hartsverlangen en mijn passie. En we hebben dat plan al opgevat. En ik wil je aanmoedigen om ook even te kijken hieronder in de begeleidende tekst bij dit filmpje. Want uh, we hebben een magazine geschreven en samen met een vriend heb ik dit gedaan. En uh, we hebben al veel steun gehad. Want we willen dit magazine in elke brievenbus van Nederland. Wij willen dit goede nieuws met ieder mens delen. Wij zouden willen, ik zou willen dat 17 miljoen Nederlanders in de hemel komen. Maar je moet zelf je stem uitbrengen. Maar wij zullen die stem en dat geluid willen we graag in elke huiskamer binnenbrengen. In elke brievenbus. En we zijn begonnen om het te schrijven. Het wordt nu opgemaakt. Dan moet het nog even geredigeerd worden, natuurlijk, en nagekeken worden. Maar we hopen voor het eind van het jaar. de drie noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drenthe. Uh, 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 dit, dit magazine, of deze krant. samen met de lokale krant in elke brievenbus te stoppen. En uh, daarna ook de rest van Nederland. Nou, in het noorden kost het ongeveer uh, 70.000 euro. We hebben al bijna 40 uh, in de pocket. Dus veel geld, maar het gaat ook om miljoenen brievenbussen. Dus uh, ja, je snapt, dat kost heel veel geld. En uh, ik zou het geweldig vinden als je onze partner wil worden. Als je zegt: Ik doe mee. Ik wil ook investeren in, uh, in, in, in de stem van God te laten horen in dit land. Opdat mensen zullen leven. Want de stem des Heeren doet leven. Halleluja. Dank je wel opnieuw voor het kijken naar dit filmpje. En ik zie uit naar de volgende keer. En kijk eventjes, daar vind je alle informatie en de linkjes hoe je kunt betrokken zijn, hoe je partner kunt worden in het verspreiden van dit onzagwekkend goede nieuws. Nogmaals dank, God zegen en tot de volgende keer.